Welkom bij BM Talk. Deze keer vanuit de studio van de NLPO in beeld en geluid. Mogelijk gemaakt door het Utrechtse bedrijf Get Your Studio. In de serie wekelijkse online talkshows van BM confronteer ik mijn gasten dit jaar met een aantal stellingen. En dat is deze keer een Eduard Huisendveld, televisieregisseur. Ja, Eduard, welkom. Dankjewel, Fijn om hier te zijn. Nou ja, vroeger was misschien niet alles beter, maar wel leuker. Ja. Ja, daar kan ik uh, bevestigend op antwoorden. Het was uh, vroeger had je sowieso meer tijd voor allerlei uh, programma's, waardoor je ook wat meer contact had met presentatoren, maar ook de mensen achter de camera. En dus ik denk dat deze stelling uh, ja, volmondig met ja beantwoord kan worden. Want hoe lang ben jij al actief als televisieregisseur? Als televisieregisseur ben ik in uh, eind 1981. Uh, uh, ...in dienst gekomen nadat ik bij de NOS uh, als video-editor heb gewerkt, ja. uh, bij Veronica. En die uh, werden toen de tijd vrij plotseling aanroep, het zat er wel aan te komen, maar die kregen daardoor heel veel meer zendtijd. En ik deed uh, vanuit de NOS toen al heel veel uh, producties van, uh, van Veronica, van, van Countdown, Nederland Muziekland, om die te, te, te schakelen. En toen vroegen ze, wil je niet bij ons komen regisseren? Nou ja, ik zat in een periode met uh, kleine kinderen. Ja. En uh, dus ja, daar moest ik even heel goed over nadenken natuurlijk. Maar dat uh, uiteindelijk heb ik dat wel gedaan. Ben ik onder de vleugels van, uh, van de toenmalige uh, ja, topregisseur, uh, Geer Popma, uh, ja. gekomen. En uh, ja, die, die heeft mij uh, heel veel dingen wel bijgebracht. Ik had natuurlijk al vanuit de vorige functie van de, bij de NOS al naast heel veel regisseurs gezeten. Uh, om programma's te schakelen en te monteren. Maar uh, ja, het is als je op die andere stoel zit, is het toch eventjes anders. Maar ik, ja, sindsdien uh, ja, ben ik verzot uh, geraakt op dit uh, geweldige vak. Ja. Dus ja, wat dat betreft, uh, is het een, uh, ja, een vak wat ik, uh, waar ik intens verhaal. Ja, en, en altijd in de muziek dus ook, want je, je ja. bent dus eigenlijk vanaf het begin bij Veronica deed je veel muziek ja. en dat heb je eigenlijk nooit meer losgelaten. Hè? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik weet, het was op een gegeven moment zo dat ik inderdaad Nederland Muziekland veel ja. uh, 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 heb geregisseerd. Uh, uh, rock Night had je toen. Ja. Veronica's Rock Night dat was toen nog een Eurovisie-uitzending. Allemaal hartstikke leuke programma's, maar toen dacht ik ja, het is wel heel erg beperkt uh, op een gegeven moment als je alleen maar muziek regisseert. Dus toen heb ik uh, besloten de stoute schoenen aan te trekken en voor mezelf te beginnen ja. als, als ZZP'er. Wanneer uh, was dat? Uh, dat is uh, geweest in. Uh, ik denk in nou 19. 85 volgens I'm mij. Toen al wel. Ja, ja. ja, na, na drie, uh, drie, vier jaar zeg maar, bij Veronica. Veronica. Uh, toch voor jezelf. Ja, en de eerste productie die ik deed, dat was het uh, uh, North Sea Jazz Festival. Oké, okay, toch weer muziek. Ja, ja. toch weer muziek. Maar <laughs> ja. ik denk, ja, dit is wel een... Uh, ja. En dat tot op heden tot. Dan ja, nog steeds. want jij hebt ja. al, ook uh, low Pinkpop, Lowlands, ja, tientallen low jaren al, hè? Ja, ik ben uh, uh, zelfs uh, een, uh, een jaar lang ben ik... Heb ik allerlei festivals, van, van, van Roskilde in, in Denemarken oh ja, ja. tot uh, Arezzo in Italië heb ik uh, mogen doen. En uh, allemaal ook met uh, heel veel lokale crews. En ja, dat was geweldig ja. en uh, echt een rijke ervaring voor mij om dat, uh, om dat te doen. Ja. Wat maakt dat zo leuk? dat Juist dat aspect van van, van Omdat de ze het allemaal weer uh, op een andere manier aanvliegen. Uh, ik uh, werkte in Denemarken voor, uh, bij, uh, bij die Roskilde ja. concerten. En toen was het heel, dat was een heel uh, ja, aparte bedrijf, DR, Danske Radio. Ja. Uh, en Deze dat was een, publieke omroep. Een Publieke ja, ja. omroep, uh, toen de tijd uh, qua wagens en, en apparatuur vergelijkbaar met de NOS. Dus dat, dat kwam er wel uh, goed uit. Maar ze hebben daar een apart systeem. Mensen die, zeg maar, buiten de deur werken, dus niet in de studio. Die uh, 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 ze komen alleen maar op locatie. En de mensen in de studio komen, doen alleen maar de dingen in de studio. En dat zijn allemaal vaste teams. En uh, toen kwam ik daar, want ze werkte ook heel veel met vaste regisseurs. Maar ik had een aantal eigen mensen bij me, een ja. schakeltechnicus. Uh, twee eigen cameramensen. En dat was zeer tegen het zere been, ja. uh, toen ik daar in volgens mij 91 uh, voor het eerst aan de slag ging. En die uh, riepen, ja maar zo werken wij niet. Wij, uh, want het was een heel hecht team wat al 20, 30 jaar met elkaar werkte. De eerste cameraman die was getrouwd met de schakeltechnicus en uh, allemaal dat <laughs> okay. soort dingen. Er was een cateringwagen die precies wist... Uh, van nou jij, <laughs> jij bent vegetarisch en jij <laughs> oh, doet, houd, houdt niet van vis en weet ja. ik veel wat. En toen kwamen wij in één keer daar en uh, daar was toestemming voor gegeven door de directie ja. van Danske Radio. En uh, nou dat was al een. Uh, ja, toen konden ja, de vakbond moest erbij komen en weet ik veel wat allemaal. Oh, ja. Dat was op zich wel een aparte ervaring. Maar één ding was zeker: het werd in Nederland uitgezonden voor de VARA. Ja. En die hadden dat geëist en Danske Radio directie had dat, gezegd, dat is, alleen is, niet doorgecommuniceerd ja. met de mensen op de vloer. Nou, dat zijn wel leerzame projecten ja. dat heel... en uiteindelijk, uiteindelijk goed gekomen. Uiteindelijk goed gekomen en het jaar daarop wilden ze mij weer hebben en okay. het jaar daarop wilden ze mij weer hebben en ik heb dat allemaal gedaan en ja. ik dacht: hey jongens, hoe is het nu? En dit ja. en dat zijn jullie nog getrapt of weet ik wat? Ja. En dat vond ik heel ja. erg leuk. Ja. En, uh, in Italië was het weer heel anders omdat ik daar voornamelijk met een Italiaanse crew uh, werkte, ook weer met twee Nederlandse cameramensen en ja, die Italianen. Mijn, mijn Engelse was uh, ja, oké, okay, maar blijkbaar ging dat bij de Italianen niet op. Toen heb ik gelukkig iemand, een, een, een buurmeisje van mij, wat, uh, waar ik uh, heel goed mee, om, heb ik over laten komen. En ik zeg, nou ja, luister, er was een driedaagse uh, productie daar. Van uh, kan jij komen? Je moet me echt helpen. Want ik roep dingen in het Nederlands of in het Engels. Ja. En de, de, mijn de Nederlandse collega's begrepen me, me natuurlijk. Maar alleen die, ja, die uh, Italianen hadden daar moeite mee. Dus zij vertelden dat heel snel. Wat soms hele lachwekkende situaties zijn ja. gehad. Maar ja, enige periode. Ja. Je geniet toch steeds van ah, je vak, absoluut. hè? Ik, ik zie ja, het. Nee, ik, ja, ik ben vol uh, dat is misschien... uh, passie nog steeds ja. over, over ja, wat, wat we allemaal maken. En ik zie. In Nederland staat het allemaal op, op zo'n hoog ja, pijl. En ik, uh, ja, ik kijk heel veel wat collega's doen. En uh, ja, dat is wonderbaarlijk met het Eurovisie Songfestival natuurlijk voorop. Ja. met uh, mijn collega Marnix ja. Ja. En, uh, en Mark. En ja, die hebben daar een geweldige klus neergezet. Ja. Ja. En ik, uh, dat is gewoon internationaal uh, heel hoog aangeslagen. Mooi we druk naar de tweede stelling, wordt. Ik, ik ga door tot ik erbij neerval. Ja, ik hoop ja? dat. Nou ja, ja, goed. Ik, ik hoop dat dat... Kijk, op een gegeven moment is het zo... Dat je uh, ook moet zeggen van het is mooi geweest. Ik heb dat afgelopen jaar gedaan bij Pingpop. Ja. Ik heb dat uh, 30 jaar ja. gedaan. Daar zaten twee jaar weliswaar bij met corona. Die, die, ja. Nou ja, maar goed, het was ja. uh, vanaf 1990 ben ik daarmee bezig geweest. En uh, ja, op een gegeven moment moet je zeggen van uh, ja, het is mooi. En maar er zijn heel veel jonge collega's van mij die dat waanzinnig goed kunnen uh, in de muziek, die het ook aanvoelen met lijnen en, en uh, allerlei type uh, muziek. En dat, uh, dus toen heb ik ook tegen de NTRV VPRO gezegd, het is hartstikke leuk. Ik wil het graag afmaken. Niet midden in dat coronajaar. Nee, want dat was nee. om dan te roepen van nou, dit is het. Maar toen heb ik uh, gezegd van ik, uh, ik stop ermee. Ja. En uh, nou dat, uh, ja, dat, dat hebben ze waanzinnig leuk op, uh, opgevallen. Ik heb een groot. Echt een groot ja, dat, afscheid gekregen. Ja, ja, dat was geweldig. Was echt Daar geweldig. is wel een traantje gevloeid, denk ik. Uh, ja, zeker, uh, zeker bij mij, omdat ik, uh, ik heb gemeld van ja, dit is het. En uh, toevallig was het ook het jaar, afgelopen jaar, dat Jan Smeets, ja. de, 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 ja, ja. De, de, de stamvader ja. van, van Pinkel, uh, die ook afscheid nam. Ja. Wel zo om andere redenen dat hij ja. uh, qua gezondheid uh, wat, wat moeite had. Maar uh, ja, bij mij. Uh, ik, moet je eerlijk zeggen, ik weet zeker dat als ik zou zeggen, nou volgend jaar komt die of die en die zou ik graag willen zien, dan kan ik zo ja. bij wijze van spreken weer, weer niet aan de bak, maar wel in publiek aanwezig ja, ja, nou, zijn. Want als je eenmaal afscheid neemt, dan moet je dan ook moet je, zeggen, uh, ja. dit is het. Wat oud ben je als kwade 69. Oké. Okay. Nou, ja. Ja, ja, nee, dus... maar hey, om, om op jouw ja. stelling uh, ja. terug te komen, nou ja, ik hoop nog heel lang hiermee uh, bezig te zijn. Ik doe uh, 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 yeah, heel veel verschillende producties. Ja, nog tegenwoordig, steeds. Ja, tegenwoordig, ja. Tegenwoordig ook heel veel voor Omroep Max, waar, ja. waar de sfeer geweldig is. En, en uh, uitermate fijne collega's. Uh, en uh, ja, binnenkort doe ik ook nog een, een, voor de EO een uh, aantal uh, dingen. En, uh, nou, ja, dat, nee, het gaat zoals het gaat en ja. zolang ze mij willen hebben. En ik, uh, ik hou me wel heel veel bezig met nieuwe ontwikkelingen die er zijn. Ja, dan denk ik dat je nog heel lang voort kan. Ja. En dat leeftijd is maar een getal. Daarover gesproken, wat, zijn, wat is wat jou betreft momenteel een, een, een belangrijke ontwikkeling die we in de gaten moeten nou houden? Nou ja, de, de, de ontwikkelingen op technisch gebied ja. zijn natuurlijk in, in licht ja. gebeurt er heel veel. Heel veel nieuwe ontwikkelingen, ook op camera technische gebieden gebeurt er heel veel. En er zijn natuurlijk inmiddels heel veel nieuwe facilitaire bedrijven. Of nieuw zijn ze niet, maar ze waren eerst klein, maar nu zijn ja. ze... Heel groot geworden, waardoor je soms in een situatie komt met, uh, met heel veel uh, freelance uh, collega's. Wat dan, vind ik, ook een hele goede ontwikkeling is. Maar uh, ja, facilitaire be bedrijven als ENG en, uh, en uh, NEP. Die hebben behoorlijke concurrentie ja. erbij gekregen. Waardoor ook alle. Uh, medewerkers natuurlijk een, een behoorlijke maatschappij moet hebben, We wilden ze ooit tegen die grote bedrijven aan. Uh, en dat lukt ze volgens mij heel erg goed. Ja. Ik vind het leuk om, om, uh, om te zien hoe jonge collega's zich uh, ontwikkelen. En ja, er zijn natuurlijk heel veel uh, op technisch gebied dus uh, uh, ontwikkelingen. Maar ook op dat mensen gemotiveerd raken om in dit geweldige vak te gaan. Ik moet je zeggen dat de. Uh, de Afgelopen jaar heb ik niet zoveel nieuwe collega's op regiegebied uh, gezien. Maar uh, ja, die zijn er natuurlijk ja. wel. Maar er zijn zoveel programma's die gemaakt worden ja, op en allerlei de, gebied. En, en uh, ook op dramagebied en filmgebied. Dat, dat, dat gaat ook flink dat door. Dat gaat dus gigantisch. En dat is misschien het terrein waar jij minder... Nee, nou, uh, ik volg natuurlijk volgt, wel. Ja. Ik, ik ben een grote filmliefhebber. Ja. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat er zijn zoveel programma's... Die uh, lopen ook, uh, die, ja, die gestreamd worden ja, uh, in de ja. periode dat corona uh, 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 nogal aanwezig was. We hebben heel veel programma's gestreamd, gestreamd. Waardoor er ook heel veel mensen uh, zeg maar vanuit een andere functie ja. in één keer gingen regisseren. Ja. En er kwamen geweldige programma's ja. Kwamen ja. eruit. En dat, uh, ja, dat vind ik heel erg leuk. Ik kijk met groot uh, plezier naar, naar de mensen waar ik ooit zelf mee heb gewerkt. Die wellicht naast mij hebben gezeten en die nu een eigen carrière hebben... Uh, op regiegebied en uh, hun vorige vak, bijvoorbeeld dat van video-editor of van uh, cameraman. Uh, de, ja, dat is uh, leuk om te zien ja. hoe die zich dan verder ontwikkelen. Ja. Geweldig. En dat ja. zijn heel vaak ja, een stuk jongere mensen. Ik denk dat ik momenteel als een van de wat oudere nou, uh, ja, regisseurs ja. nog steeds actief. Zeker. Maar uh, ja, dat, uh, en, en dat is leuk. En op een gegeven moment moet je ook zeggen: nu zetten we een punt en dan ga ik hem met andere dingen bezighouden. Ja. Maar voorlopig niet. Dit wordt ergens dit jaar uitgezonden, weten we niet precies wanneer. We nemen dit nu op terwijl ja. de Dutch Media Week aan de gang is. Ja. Je hebt gisteravond ook de vakbroedersavond ja. Ja. geleid voor de weer voor, voor, de, vierde voor maal. de vierde keer. Nou, ja. de vijfde keer gaat ook nog wel komen. Ik ken. Ja, eh, ja, 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 je, je ja mee, nou ja, ja. Ik, het is ontzettend leuk om te ja. doen. Het is ooit uh, geboren uit vrienden uh, kwamen bij elkaar en dan hadden neem jouw uh, favoriete de, cd eens mee. En, uh, vertel eens wat, wat, wat jij, uh, waarom je dit uh, uh, in jouw favoriete CD's. Ik ben een groot Beatle-fan, dus voor mij kwamen er heel veel Beatle-nummers uh, yeah. uh, uh, voorbij. En toen zei iemand: ja, dat moet je ook voor tv doen. Het yeah. is eigenlijk een soort: Vakbroeders is natuurlijk voor de, vak de broeders, vakbroeders, maar uit, in de breedste zin van het woord: productie, presentatie, regie, uh, camera. Nou ja, al, yeah. alle functies die erbij, televisie, wat mij betreft ook de radio, uh, zijn. En daar, uh, daar gaan we over praten. Ja. Neem je favoriete. De mee. Uh, fragmenten mee. Ja. Fragmenten mee. Nou, dat varieert van uh, uh, de eerste lingo, uh, gisteravond ja. dan. met uh, François Boulanger, die helaas ons ontvallen is. Uh, en een soort ode aan hem, maar ook een uh, Duitse versie van een programma wat Linda heeft uh, gepresenteerd. En ja, dat is werkelijk enig om te zien hoe ja. mensen daar ook weer gepassioneerd over kunnen vertellen. Dat hoeft niet jouw smaak te zijn, maar je denkt: oké, okay, ja, nee, zo heb ik het nooit gezien. Maar wat leuk dat iemand daar zo tegenaan kijkt. En dat is wat ik wel heel erg leuk vind aan, ja. uh, aan vakbroeders. En om je tweede vraag ja. te beantwoorden, volgend jaar. Ja, wat mij betreft, Rob Campus heb ik ooit benaderd. De eerste werd door Paul de Leeuw uh, gepresenteerd. Um, die kon de tweede niet. Toen heb ik Rob uh, uh, Campus gevraagd. En die zei: uh, ja, nee, joh, dat vind ik hartstikke leuk. Ik hou van tv. Ik, ja, ja, goed. Uh, en uh, dus die heeft dat gisteravond uh, uh, ook weer gedaan. En uh, ja, het, hij doet het echt en komisch, maar ook uh, inhoudelijk heel sterk. En dus ben ik daar wel heel blij mee. Hij moet het zeker blijven doen. En wat mij betreft, als ik er tijd voor heb, dan doe ik het. Ja. Goed. Die, die tijd heb je zelf in de hand. Ja, nee, huh? dat dus, is ook zo. Kijk, yeah. ik, de hele, de extreem grote producties die ik in het verleden wel heb gedaan. Die doe ik dat... niet meer. Nee, maar daar zijn uh, anderen uh, echt veel beter in. En, en uh, dus, dat, uh, zo moet je dat ook uh, zien. Maar ja, gewoon de, uh, een goede talkshow in, in beeld brengen is al lastig zat. Ja. Ik zie al heel vaak dingen waarvan ik denk... Ik had het anders gedaan, maar oké, okay, dat, dat mag. En er zijn uh, uh, nog genoeg andere programma's. Ja. Maar muziek blijf op blijft voor mij. Ja, ja, want ik blijf North Jazz doen. Uh, klassieke programma's en dat soort dingen. Maar ook uh, popmuziek, dus... Uh, dat ik ga bij... over de laatste stelling heen. Vertel, wat? vertel. Mijn Droomklus moet nog komen. Ja, dat denk ik niet. Hoewel ik, uh, ik. Toevallig gisteravond bij vakbroeders liet ik een fragment zien van een, uh, van een Amerikaanse regisseur die een enorme staat van dienst heeft. En, uh, en dat werd uitgezonden ooit bij uh, het Uur van de Wolf, bij de NTR -VPRO. Ja. en Vapiro. En uh, die regisseert ook een programma. En dat is. Uh, uh, de Kennedy Center uh, Honors. En dan, uh, dat is een theaterregistratie van mensen die ja, een soort uh, ja, ridderorde krijgen... maar dan in, in voor de presentatie die ze ooit hebben gedaan. Daar zitten presentatoren bij, er zitten uh, topbands bij. Ik bedoel, iedereen heeft hem... Uh, in, de grote jongens hebben hem al gehad, van Paul McCartney tot, tot de U2, tot uh, Led Zeppelin. En, uh, en dat is een programma waarbij zeg maar, de... de uh, President Obama ja. uh, zit in de zaal met zijn uh, verhaal. Echt een hele grote... En in Amerika heb oh, je natuurlijk... Oh, ja, ja ja. Dat, ja, ja. Ik weet wat je ja, bedoelt. Ja, het een ontzettend ja. leuk programma. Ja. Ik zou het heel erg leuk vinden als dat soort programma's... Of zo'n uh, zo programma... programma. Ja, op de Nederlandse TV met uh, de koning, de koningin... Ja. Uh, en, en ja, dat. het dat waartoe... nou, Daar dat, maak ik geen ja, ja, precies. Want, ja. En dat is natuurlijk niet echt een origineel programma waar ik eigenlijk het meeste van hou. Ja. Maar als dat zou kunnen in Nederland. En we hebben natuurlijk een geweldig programma uh, als de televisiering, Het is ook een beetje in die sfeer. Maar ze hebben die uh, orders al gekregen. Ja. Ze zitten dan. Dus die, uh, Led Zeppelin. Ja, ik zag Dat, dat met... ken ik ook. Dat, ja, dat, dat, uh, dat, ha dat hart. Exact. Heel goed, ja. ja. Dus die, uh, en daar zijn weer andere artiesten die zeg maar hun nummers in het geval ja. van Led Zeppelin hebben. Nou ja, het is gewoon een heel mooi nou ja, uh, gemaakt weet, als programma. al mensen zitten te kijken, dat ze de, op een idee komen... en denken van, dat kunnen we mooi ja. ook een Nederlandse versie van maken. Nou ja, als daar de, huh? bijvoorbeeld de koning uh, en de koningin aan mee zouden doen... Nou, als wat al moeilijk Dat is. Dus, daar ga ik vanuit. Zeker, dat, ik denk, vanuit. Ik ook. dat denk ik ook. Um, ja, ben je nog wat kwijt? Zijn we nog iets vergeten? Nou, nee. Heb je nog een stichtelijk woord voor de nou, vakbroeders? ja, nee. Maar gewoon, ja, nee. Ik, de, de, de niveau in Nederland is ja. zo hoog... Uh, op cameragebied, op facilitair gebied, maar natuurlijk ook met het alle medewerkers achter en voor de schermen of redactie, productie, uh, regie, uh, nou ja, alle functies. Dat is op zo'n hoog niveau. Daar weten we in, in, in nou ja, inmiddels door zeg maar, wat En de Mol toen de tijd ja. allemaal heeft gedaan en al grote programma's. Ja, is daar uh, ja, is dat wel behoorlijk uh, naar buiten toe gegaan. En ik, uh, ik hoop dat er nog steeds meer mensen zijn, die, zeg maar, vooral jongeren, die uh, in dit vak terecht gaan komen. En of het nou uh, productie is, of redactie, of camera, of geluid. En, uh, want dat moet ook niet onderschat worden, nee. want er gebeurt ook heel veel in. Um, um, in nieuwe ontwikkelingen en, en dat soort dingen. Nee, dat, uh, dus ik zou zeggen. Zie dus jij zelf, wat dat betreft, voor jezelf misschien ook nog een rol als mentor? Of als ja, in, ja, ik heb een dat wel gedaan. Ja, ik heb het uh, jarenlang gedaan. Ik, uh, uh, heb bij de Media Academie ja. heb ik de, was ik cursusleider ja. voor de meercamera Regie. Daar ben ik in uh, 2000 mee gestopt, omdat de Media Academie uh, wel heel veel geld vroeg. En je konden het niet waarmaken dat de mensen daarna ook een baan ja. uh, konden krijgen. En ik heb er uh, zeven gedaan voor, voor uh, uh, zeven cursussen. Met zes regisseurs, zes regieassistenten. En uh, voor de regieassistenten was daar weer een regieassistent, een collega oh, ja. die dat, dat weer goed begeleidde. En er zijn er denk ik van die uh, 42 uiteindelijk. Ja. Uh, zijn er denk ik nog drie of vier uh, actief. Okay. En dat, dat stemt mij somber. Want ja. het merendeel, wat nu zeg maar, uh, zeg maar heel goed uh, hun werk doen... Ja, die komen al uit het televisievak, uh, zeg maar als video-editor of als cameraman. Ja. En die, uh, ja, ja, die hebben daar al dus de ervaring. Ja. En die hoeven dan niet doe zo nodig naar een, naar een cursus van nee. zes uh, maanden. Nee. Uh, wat dat uh, toen nog was. En uh, later drie maanden, maar goed, uh, in ieder geval. Dus nee, pr ja, probeer je zo goed mogelijk te ontwikkelen. Maar ik zou het heel erg leuk vinden om jonge mensen te begeleiden. Okay, en nou, nog steeds hè, doe ik dat. Ook die eigenlijk. boodschap die je. Nou, laat het duidelijk over. Hartstikke komen. goed. Ik wens je heel veel succes Dankjewel. met alles wat je nog gaat doen. Dank je wel. En dank voor deze uitnodiging. Graag gedaan. Tot zover BM Talk. Mijn volgende gast is voor u een vraag en voor mij nog veel meer. Tot de volgende keer.